ervaren tot nu toe? Ja, het is erg wennen ten opzichte van Hellendoorn dat we in de BMW M3 reden. Nou weer een voorwiel aangedreven auto. En ja, we gaan nu even weer goed voor zitten om even weer wat strakke lijnen te rijden. Want daar gaat het nou om. Klein uitstapje gehad in de proeven? Ja, heel kleintje. Heel zachtjes het slootje in. Maar ja, er zijn waarschijnlijk wel beelden van. 4 mensen hebben ons geholpen met eruit duwen en dat is gelukt. En gelukkig konden we weer verder. Hou hem op de baan nu. Dankjewel. Het was er weer in de DS3 uiteindelijk toch tevreden? Ja, uiteindelijk ben ik tevreden. We hebben weer ontzettend veel geleerd. Ook gezamenlijk, zeg maar, om met Tim te rijden. Dat is natuurlijk ook altijd even weer aanpassen. Maar ik denk dat we vandaag weer heel veel geleerd hebben, ja. Was het een grote omschakeling van Timo naar Gerard toe zo, naar de Hellendoorn Rally? Ah, elke bestuurder heeft zijn eigen gewoontes, maar we hebben van tevoren goed geoefend. En ja, klikt gewoon, ging hartstikke lekker. Dus perfect. Het oefenen is dan gewoon thuis op oude proeven rijden? Ja, de proeven van Hellendoorn op nood zetten en daarmee oefenen om aan elkaar te wennen en te kijken van hoe Gerard de bochten ziet en hoe hij ze graag wil horen. En ja, dat kun je niet tijdens een rally testen, dus ja, dan moet je oefenen. En nu Gerard, wat zijn de plannen voor volgend jaar? Daar gaan we eens even goed over nadenken. Ik heb in ieder geval, omdat ik nu Hengelo gefinished heb, mijn EU-licentie behaald. Dus ik mag ook in het buitenland wat rijden en eventueel met een Nissan mag ik nou ook gaan rijden. Dus dat was al één ding wat een doel was vandaag. En voor volgend jaar kijken we wel even. Ik heb wel een mooi doel voor Hellendoorn, maar of dat dit jaar gaat lukken, dat weten we nog niet 100% zeker. In ieder geval 2016. We gaan het zien.